Oh, wat doe ik nou? Oh, wat doe... De... Hij wordt gek, hij wordt gek, hij wordt gek! Stop, stop! Daar zijn we met een goed nieuwe video! Wat leuk dat jullie weer kijken. Klik op het duimpje omhoog, zou ik heel erg leuk vinden. En abonneer op mijn kanaal Road to 100k. Yes, we are going really fast, really nice. Yes, yes, cool. Elke keer als ik naar mijn mooie berg kijk, dan word ik gewoon blij. Dan word ik gewoon hartstikke blij, jongens. Want het is gewoon een prachtige berg. En van binnen is hij nog... What, yo! Oké. Nee, 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 nee. Waarom? Nee, nee, nee. Waarom doen die katten niks? Oh, katten waren toch vet boos op. Ja, kijk, ze lopen weg, ze lopen weg. Ga jij weg, ga weg. Help me, Iron Golems, help me. Yo, het is hier zo druk binnen. En, oh, die is doodgaan blijkbaar, of niet? Of is die hier gespawnd? Dat kan natuurlijk ook. Oh, het is hier zo vol met al... Oh, oké, we gaan het doen. We gaan het doen, let's go. Oh, nee, 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 nee. Dit was niet slim, dit was niet slim. Dit was niet slim. Jij gaat dood. Het is hier zo donker, het is hier veel te donker. Wat heb ik gedaan? Ik moest het hier weer licht maken. Ik wilde dit voor de grap even om het donker houden. Oh, nee. Oh nee, oh nee. Wat? Hier is ook echt een gigantisch gat. Oké, dat moeten we even een keer fixen. Maar, oh nee, ga nou dood. Sterf, jij en jij. Oké, wat een leuk begin van de aflevering. Tjonge, jonge, jonge. Loopt hier nog meer? Oh, ik word beschoten door wat? Oh, daar gaat weer een zombie. En ze blijven natuurlijk ook maar komen, hè. Ja, er waren heel veel kijkers die zeiden van... Joram, je cave ziet er nu echt super chill uit. Dit is hoe een cave hoort te zijn. Lekker donker. En daar ben ik het eigenlijk best wel mee eens. Ik wilde hier natuurlijk allemaal redstone projecten in gaan maken. Maar nu zie ik er allemaal vleermuizen in vliegen en allemaal mobs erin spawnen. Eigenlijk vind ik dit best wel vet. Een cave hoort eigenlijk donker te zijn. En ik kan hem inderdaad allemaal inrichten en allemaal dingen erin gaan bouwen. Maar ik vind hem zo eigenlijk ook best wel vet. Dus weet je wat we gaan doen? Ik hou hem voorlopig even lekker zo. Misschien dat ik er later wel in ga bouwen. Maar voorlopig ga ik gewoon redstone projecten daar op de berg gooien. Ik weet het, het gaat volledig in tegen wat ik eerst zei. Ik wilde eerst alles van die bergers afhalen. Maar dat lijkt me toch best wel een goed idee om die lekker vol te gooien, jongens. Dat maakt het ook eigenlijk uit. Ja, ik bedoel, ik erg me er niet eens zo erg aan dat daar een systeem staat. En ik hoor het niet. Dus ja, qua geluidsoverlast heb ik er ook geen last van. En daarnaast staat die Iron Golem Farm ook gewoon. Dus weet je wat, we gaan vandaag ook gewoon lekker iets bouwen. Een lekker redstone projectie. Jullie hebben het natuurlijk al in de titel en in de thumbnail gezien. Het leek me heel erg leuk om een soort van geautomatiseerd systeem te hebben voor wood. Yes! En voor bijna elk item in Minecraft is wel een soort van automatisch systeem. Dus vandaag gaan we die ook gewoon even maken. Dus laat ik even de benodigdheden bij elkaar rapen. Ik heb allemaal troep trouwens bij me. Weg ermee. Alright, laten wij even lekker wat cobblestone pakken. En slabs zitten hier, die hier ook in cobblestone slabs. Oké, die kan ik ook wel even maken trouwens. We hebben dirt nodig. Nou, dat heb ik mooi bij me. Laten we die slabs gauw even maken. Zo, hoppakee, dit is meer dan genoeg. Zo, ik pak ook even wat hout. Dat ga ik even omvormen tot planken. En dan maak ik gauw even een kissie. Weet je wat? Ik maak gewoon even 3 kisten. En dan maak ik ook weer even een hopper. Zo. Yes. Ik heb ook een trapdoor nodig. Oh, wacht. Dat van Acacia is dat zo lelijk. Nee, nee, nee. Ik wil geen Acacia trapdoor. Dat zijn de allerlelijkste. Laten we dit lekker van dark ook gaan maken. Zo. Oh, die zijn mooi. Ja hoor. Dit project is eigenlijk niet eens zo duur. Ik heb ook nog even een dispenser nodig. Daar heb ik natuurlijk een boog. Yes. Een boog voor nodig. Heb ik toevallig nog een boog over? Natuurlijk heb ik geen boog over. Tuurlijk. 1 sticky piston heb ik trouwens ook nodig. Dus die pak ik ook vast. En een observer heb ik ook nodig. 2 repeaters en een lever en nog een observer. Dus daar heb ik 2 voor nodig. En dat zou in principe alles moeten zijn. Nu kan ik gelijk aan de slag gaan met het leuke systeempie. Ja, het is niet een vol automatische boomfarm. Die bestaan volgens mij ook wel, maar daar zit echt uren tijd. En daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Maar er zijn ook hele simpele automatische boomfarms. Of eigenlijk is er maar eentje van. En daar kan je in principe gewoon AFK op gaan mappen en dan werkt het gewoon. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is gewoon heel veel boommeel. Nou, gelukkig heb ik dat, want ja, kijk eens even wat ik hier heb. Vet veel boommeel. Weet je wat, laten we deze farm even hier lekker achter gaan maken. Ik vind dit een mooi geschikt plekje. Let's go. Laten we gelijk aan de slag gaan. Eerst plaats ik even hier een cobblestone. Dan gooi ik hier een trapdoor op. Dan even 2 tijdelijke blokjes met een dirtblok daarop. Hier komt de sapling op te staan zometeen. Oh, wacht, eigenlijk moet ik er wel even naast staan, want ik heb nu al gelijk de observers nodig. Eentje komt hier ernaast, mooi naar boven gericht. Super chill. En we richten even eentje naar beneden. Oh, nee, dat gaat fout. Die moet naar beneden richten. Even koekeloeren. Dat kan ik denk ik zo wel net doen. Ja, top. Ik wist niet eens dat die pijltjes daarvoor stonden. Omhoog en naar beneden. Is dat de bedoeling? Ik denk het wel. Ja, ik ben natuurlijk hartstikke dom. Dus ik zie dat niet. Het is alweer donker geworden. Dus ik ga gauw even slapen. Want ik vind in de nacht werken niet leuk. Dus we gaan even mooi bij Naomi naar binnen. Gaan we hier even lekker slapen. Ik hoop dat Naomi wel een bed hier ergens heeft. Nee, heeft ze geen bed? Serieus? Heeft ze nergens een bed? Oké, boven dan. Please, laat hier een bed. Ze heeft geen bed. Naomi, kom op even. Hey, hoezo heb je geen bed in je eigen huis? Het hele
pokken en weer teruglopen. Jongen. Nou, gauw even slapen en dan kunnen we weer terug aan het werk. Kijk, dit bedoel ik. De Spanier natuurlijk ook allemaal mobs. En dat vind ik heel erg irritant. Daar heb ik geen zin in, want hier heb ik de boel niet goed verlicht. Misschien moet ik dat ook een keertje gaan doen. Weet je wat? Nu ik toch torches bij me heb, laten we dat gelijk even doen. Hier lopen ook veel katten trouwens rond. Hoe komen die hier nou weer? Wat? Hier is niet eens een village. Dat is best wel heel erg gek. Oké, top. Ik plaats even twee tijdelijke blokken. Dan haal ik die weg. En dan komt hier een hele mooie stukje pissen tegenaan. Als het goed is, dan gaat dit ding trouwens ook al lang af. Ja, kijk, hij gaat de hele tijd af omdat hij onder natuurlijk ook een observer zit. Nou, de lever die gooien we mooi hier even op. Want hiermee kan je het aan en uitzetten. Want kijk eens even aan. Ik gooi hem nu naar beneden. Oh, ja. En hij stopt zoals jullie zien. Perfect. Nu gaat hij niet meer door. Kijk, want dit ding, die moet de dispenser hierboven triggeren. En die triggert steeds allemaal boommeel op de sapling die hierop staat. Zodat hij gelijk weer groeit. En dan kan je er heel mooi naast staan en AFK gaan hakken. Dus dat werkt gewoon perfect. Dus we pakken even de dispenser erbij. Ik zet hem wel even uit. En zo. Ik ga er ook nog geen boommeel in gooien. Maar ik hou hem wel even mooi uit. Nou, de dispenser staat nu hierop gericht. Dat is helemaal top. We pakken de hoppen er even bij. En die gooi ik hier tegenaan. Oké, nu komt er een lekker ingewikkeld stukje met slabs en met comparators. Laten we gelijk even hier een slab neerleggen. Dan hier een vol blok. Hier een slab naar beneden. Oh nee, wacht. Die moet zelfs hier moet hij naar beneden. Dan kan die weg. Zo. Dan maak ik even een soort van vierkantje ervan. Hoppakee. En die leiden we mooi tot hier. En dan maken we het hier ook even 1, 2, 3, 4 breed. En dan komt hier een comparator op. Oh, wacht. Nu doe ik het fout. Hij moet andersom natuurlijk. Zo. Let's go. En hier komt ook een lekker ingewikkeld systeempie. En hier draai ik het juist om. Comparators, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Maar ja, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het werkt. En het gaat zo meteen gewoon lekker werken, denk ik. Hoop ik. Het enige wat we nu even moeten doen is alles even connecten. Wacht, ik ben redstone vergeten. Nee, wat dom. Hoezo heb ik niet normale redstone bij me? Kijk, loer even lekker bij Naomi in de kist. En gelukkig heeft die mooi wat redstone wat ik kan gebruiken. Dankjewel, Naomi. Goed, we pleuren hier even twee neer. Hier gooien we even wat neer. En hier, kijk, nu staat het ook mooi aan. Hartstikke mooi. Dan komt volgens mij hier, even kijken hoor. Heb ik, volgens mij heb ik hem verkeerd om. Zo moet hij, dacht ik. En dan komen hier nog even twee. Dan komt hier redstone op. En hier nog een repeater. Oh, wacht. Ik heb een klein foutje gemaakt. Deze moet zo staan. En dan hier redstone. En deze moet ook omgedraaid staan. Oké, nu moet ik hier even 7 blokken omhoog. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hier komt dan het laatste blok. En die moet blijven. Alles hieronder, dat kan weg. Zo. Dus dat smashen we ook gelijk even weg. Hoppakee, nice. Ja, dit blok is ervoor zodat je geen grote boom krijgt. Want die grote bomen met dat random wood overal tussendoor, dat wil natuurlijk niemand. Die zijn irritant om weg te halen. En dat wil je natuurlijk niet. Ik ben ook saplings vergeten, dus die moet ik nog even ophalen. En laten wij ook gelijk veel meer boommeel gaan pakken. Gewoon even lekker veel boommeel. Zoveel als we mee kunnen nemen. Let's go. En dan pakken we even wat oak saplings. Hoppakee. De oak saplings heb ik nu ook even in mijn tweede hand gestopt. Want dan kan ik ze constant blijven plaatsen en ondertussen ook alles weer weghakken. En dat is zeg maar de bedoeling van het systeem. Zo, het ziet er trouwens best ingewikkeld uit, maar het valt wel mee. Het is eigenlijk een super klein systeempie. En de allerlaatste stap, daar gaan we dan. Alright, oké, ik gooi dit ding helemaal vol met boommeel. Je kan dus ook nog vet veel in de hoppen doen, dat is best wel chill. Dus misschien ga ik hem zo nog even helemaal opvullen. En dan plaatsen we deze even hier en dan gaan we even kijken. Ik trigger dit ding nu en als het goed... Wat? Oh, ik zou net zeggen, yes, daar gaat hij hoor. Dat duurt echt vet lang, hoe kon dat? Oké, nice. Wat ik nu even moet doen, ik moet precies mijn crosshair hier houden. Want anders dan hak ik steeds de sapling weg en dat is niet de bedoeling. En dan hak ik gewoon zo. Oh, wacht, ik doe het verkeerd. Ik snap al wat ik doe. Ja, kijk, nu... Oh, nee, daar gaat mijn boom... Eentje hak en plaats. Nee, waarom werkt dat niet? Oké, nog een keer, let's go. Even kijken, hop. En... Yes, top. Nice. Dan wordt hij gelijk de nieuwe geplaatst. Hoppakee. En je stript ook wel wat. Oké, ik moet even een handigheidje hierin creëren. Dit is niet echt handig hoe het nu gaat. Hak en plaats. Heb ik hem geplaatst? Ik heb hem weer niet geplaatst. Hoppakee. Plaats hem weer niet. Wat ben ik aan het doen? Ja, nice. Hoppakee. En gelijk hakken. Hoppakee. En plaatsen. Nee, wat doe ik nou? Oké, dit is echt even wennen. Dus zo, tak, plaats en hakken. Let's go. Hoppakee. Gaat gelijk door. Zo, tak, hop. Nice, en door. Kijk eens aan, nu heb ik al een handig heetje erin gecreëerd. Nice. Gaan we weer gelijk nog een boompje bouwen. Kijk eens hoe snel dit gaat. Het kost dus wel aardig wat boommeel. Maar je hoeft niet bomen te zoeken. Je kan hier gewoon een beetje AFK staan. Ondertussen wat YouTube filmpjes kijken of zo. Bijvoorbeeld mijn filmpjes. En dat is super slim, moet je lekker doen. Hoppakee, nieuwe plaatsen. En weer lekker doorhakken. Je hebt genoeg tijd namelijk. Gaan we weer. Toink, hoppa.
Je hebt dus wel het stripped wood, maar ja, dat kan je ook gewoon omvormen in planken. Wat maakt dat nou uit? En sowieso kan je stripped wood ook gebruiken voor bepaalde dingen. Het maakt helemaal niks uit. Nou, gaan we weer. Nice. Yo, dit is echt best wel chill. Ik doe eigenlijk helemaal geen reet. Ik ben een beetje aan het chillen. Zo nu, dan gaat het nog een beetje fout. Maar dat maakt niet uit. Tak, en we gaan gelijk weer door. Hoppakee. En volgens mij kost het niet eens zoveel bone meal. Het valt best wel mee. Ik heb nu in totaal al meer dan een stack. Want ik heb vet veel stripped log. Oh, wat doet hij nou? Yo, hey, yo. Ben je aan het opletten? Oké, zo. Hoppakee, terugplaatsen. En dan gaan we weer. Oh, wat doe ik nou? Oh, wat doe ik? Hij wordt gek. Stop. Oké, hoeveel boommeel heeft dit gekost? Oké, hij staat lang niet vol. Maar hij neemt op zich nog wel aardig wat. Want dat komt ook omdat ik best veel nu aan het kloten ben. Ja, zoals jullie zien, het werkt supergoed. Er komt ook best vaak wat naast. Dat is ook wel een nadeel. Maar dat kan je gewoon steeds oprapen. En kijk eens hoe snel je nu die stacks gewoon krijgt. Het is echt insane. En als ik hem wil, kan ik hem zo weer even aangooien. Laten we dat even doen. En dan ga ik gewoon dit even een tijdje doen. En dan gaan we even kijken hoeveel ik in totaal heb. Let's go. Daar gaan we dan. Ja, kijk, en daar zorgen deze comparators en deze repeaters voor. Dat het niet gelijk weer doorgaat. Want als dit ding gelijk weer overal boommeel erin pompt, dan heb ik helemaal geen tijd om die boom weg te hakken. Dus vandaar dat je steeds iets van 5 of 4 seconden hebt om die boom weg te hakken. Dus ik hak dit zo. Hoppakee, strip. Hoppakee. En dan gaan we dan. Hop. En nu heb ik genoeg tijd. En er groeit weer eentje. Super chill. Hoppakee, ik plaat weer eentje. We gaan gelijk weer door. Super. Oh, dit duurt lang. Nice. Oké. Hoppakee, gaan we gelijk weer door. Genoeg tijd om het weg te hakken. En daar gingen mijn dingen dan. Ik zet hem gelijk weer even uit. Zo. Hoppakee. Al mijn saplings zijn nu op. Ja, ik zou hier ook nog achter allemaal hoppers neer kunnen leggen. Zodat hij die overige houtdingen opvangt. En dat hij dat terugstuurt naar een kist of zoiets. Daarnaast had ik er ook over na te denken om er wat delay uit te halen. Want ik vind hem nu best wel traag aan. Ik heb eigenlijk steeds genoeg tijd. Dus als je hem nog iets sneller wil maken. Volgens mij kan je dan gewoon eens zo'n ding weghalen. Zo'n repeater. En dan gaat hij gewoon iets sneller. Maar het werkt dus in principe best wel heel erg goed. Want ik heb nu in no time. Kijk eens joh, hoeveel ik heb. Dit is echt insane. Oh wacht, ik heb er trouwens nog 6 over. Even kijken, hoeveel boommeel heb ik nog over? Ik stek even alles bij elkaar zo. Kijk, hij zat dus niet helemaal vol, maar ik heb nog... Ja, ik heb best nog wel veel over. Zoveel neemt hij niet eens. En in het begin was ik niet echt efficiënt bezig. Want toen haalde ik steeds maar de helft van de bomen weg, omdat ik het nog niet helemaal snapte. Maar nu werkt het in principe super goed. Ik heb gewoon wat ik wil. Lekker veel hout. En daar gaat het om. En als je de strip ook dus niet wil, kan je die makkelijk omvormen in planken. Hoppakee, kijk eens hoeveel ik daarvan heb. Echt insane. Misschien moet ik nog een paar van deze dingen erbij bouwen, zodat ik nog meer boomwiel krijg. En ik zat er misschien ook over na te denken om een soort van systeem te maken, waardoor ik automatisch saplings krijg. Ik denk ook wel dat dat bestaat. Misschien dat we dat binnenkort ook al kunnen maken. Want de saplings die gaan dus wel best snel op. Maar dan alsnog, het systeem werkt gewoon dikke prima. Het is een nice systeempie. Super chill. Bij Dark Oak werkt het niet. Want dan moet je natuurlijk 4 saplings naast elkaar plaatsen voor een boom. Bij Spruce werkt dat als goed ook gewoon. Of werkt het alleen maar bij Oak? Ik weet niet. Volgens mij werkt het gewoon bij alles behalve dus deze. Junglebomen kunnen natuurlijk ook groeien. Die worden wel echt heel groot. Dus ik weet ook niet. Misschien moet ik dat blok dan weghalen erboven. Dan moet ik het even aanpassen. Maar dit zou in principe ook kunnen. En voor Birch geldt exact hetzelfde. Maar mijn hele Oak voorraad was op. En kijk eens hoeveel ik er nu alweer bij heb. Super chill. Ja, ik ben dus best wel heel erg blij met dit systeempje. Want heel vaak als ik te weinig hout had, dan ging ik bijvoorbeeld gewoon hier eentje plaatsen, hier eentje plaatsen. En dan ging ik die even vol spammen met boommeel. Maar dat werkte gewoon niet. Want dan zaten die saplings ook steeds in de weg. Dit werkt echt veel beter. Het is ook veel chiller. Ik zie daar een creeper. Ik weet niet wat hij wil doen. Maar volgens mij wil hij naar binnen. Kom, doe dat eens even niet. Ga jij eens even heel snel dood. Oh, die kat die maakte hem bang, of niet? Ja. Oké, ik ga het ook gelijk even proberen met het bird saplings. Dat ligt hier trouwens helemaal vol met allemaal troep. Oké, deze plaatsen we weer even. En dan gooien we het systeempje gewoon weer even lekker aan, man. Let's go. Gaan we dan. Hoppa. Oh, nee. Ik moet hem met mijn tweede hand doen. Wat ben ik aan het doen? Oké, gaan we dan. Oh. Ja, nice. En ja, dit werkt gewoon precies. Het is op dezelfde manier. Dit werkt ook gewoon. Helemaal top. Hoppakee. Kijk hoe snel die gaat. Deze bomen zijn wel veel chill. Want hier zitten veel meer bladeren onder, zoals jullie zien. Die oakbomen, die kunnen nog wel eens heel laag gaan groeien. Dat is heel erg vervelend. Bij birchbomen is dat dus blijkbaar niet zo. Dat de bladeren heel laag kunnen hangen. Dat wist ik niet. Dat is nieuw voor mij. Super geinig. Maar ja, onze birch voorraad was ook bijna op. Dus die ga ik ook weer even lekker aanvullen. Oh, hij is leeg. You kidding me? Oh, ik heb er ook nog precies 2 over. Okay, laten we hem dan weer even uit gaan zetten. Even naar onze buiten. Kijk, hier ligt ook nog wat. Ik heb bijna 2 stacks hiervan. Ook nog een halve stack aan birch logs. En dat echt binnen no time. Dus dit is echt super chill. Het neemt dus best nog wel veel boommeel, vind ik. Dus ik denk dat ik nog wel 2 van die dingetjes erbij kan bouwen. Maar ja, die kosten natuurlijk ook helemaal niks. Oh, wacht. Ik moet trouwens ook wat van die saplings sowieso overhouden. Anders dan heb ik zo geen saplings meer. Volgens mij heb ik ook nergens in de buurt birchbomen staan. Dus dat is misschien ook wel slim dat ik wat overhoud. Ja, misschien moet ik wel even mending op mijn axe gaan gooien. Want dat heb ik er nog niet op. En nu gaat die best wel snel stuk. Als je natuurlijk vet veel aan het hakken bent. En een breaking 3. Wat is het trouwens voor troep axe, man? Heb ik niet eens een efficiency 5 en een breaking 3? Wat is dit nou weer? We zouden wel even eentje kunnen proberen te fixen met efficiency 5 en een breaking 3. Maar het ding is altijd als ik een axe enchant, dan krijg ik nooit efficiency 5. En op een pickaxe krijg ik het wel veel sneller. Of heb ik dat fout? Of kan je het überhaupt wel via een enchantment krijgen? Of moet het altijd via boeken? Ik weet het ook niet precies meer.
meer. Maar de enchantments op mijn ex, die vallen altijd tegen. Een breaking 1 of een breaking 2 op zo'n ex is altijd heel erg normaal. Terwijl ik altijd op een pickaxe een breaking 3 krijg. Het is heel erg gek, maar zo zit dat blijkbaar altijd. Zo, ik loop nu even hier naar de villagers toe. Want ik kan heel makkelijk en goedkoop een ex kopen hier. Even kijken, ik ga even gauw wat iron verkopen. Zodat ik weer wat extra emeralds erbij heb. Even kijken, hoe duur is die bij jou? Die is best wel duur. Ik koop hem lekker bij jou voor. Wacht, die was nog eerst 1. Nou, die is blijkbaar duur geworden. Maar er zit fortune op. Oké, okay, nou, nice, nice. Super chill. Ga ik het toch afhalen natuurlijk. Dus laten we dat even disenchanten. Dan gaan we hem even opnieuw enchanten. Kunnen wij nog wat iron verkopen? Hier zit niks meer in. Misschien moeten we even wat ophalen. Zodat ik nog even level 30 kan worden. Mooi. Maar dit ding levert helaas niet super veel iron meer aan. Dat vind ik wel heel erg jammer. Maar ja, lekker boeien. Ik heb toch meer dan genoeg iron, joh. Die halve kist is nog steeds vol met blokken, man. Wat zit ik moeilijk te doen? Oké, gauw even traden. Gauw even zoveel mogelijk levels erbij fixen. Kom maar door, kom maar door. Wie van jullie wil met mij traden? Even koekeloeren. Niemand van hun heeft die trade. Ze resetten constant. Ik weet ook niet hoe dat kan. Geen flauw idee. Oké, nou laten we gauw even bij deze dude die trade fixen. Even gauw levelen jij. Kost me even wat emerald, maar dan is hij ook een level up. Super chill. Ik kan ook wat hetzelfde bij deze even doen. Zodat we heel snel even al die iron kunnen verkopen. Zoals bijvoorbeeld bij deze. Super chill, heeft nu al korting. En oh, daar loopt nog eentje blijkbaar. Even koekeloeren. Sorry, die blok heb ik al even omgevormd. En dan gaan we dan lekker zoveel mogelijk traden. Let's go, dude. Met jou trade ik nog even. En ik ben al level 33. Het gaat nu echt mega snel. Oh, dit is trouwens best wel slim dat ik het iron ook in mijn handen hou. Want dan weet ik precies welke die trade heeft en welke niet. Ja, je kan het natuurlijk ook zien aan de badge daaronder. Want ik bedoel, deze is hier nog level 1. En die heeft die trade sowieso niet. Zo, ik ben dan wel level 35, man. Let's go, dude. Oké, de zon is ook aan het ondergaan. Dus we zijn nu al gestopt met traden. Laten we even de rest van de iron hier in pleuren. En deze exen, die kunnen mooi even lekker weg. Want daar doe ik toch niks mee. Oké, let's go. Even lekker disenchanten. Hoppakee. En we hebben een diamond axe. Nou, dat kostte 5 emeralds. Helemaal niks natuurlijk. Laten we gelijk beginnen met de enchantments. Oké, hopen dat ik iets krijg. Efficiency 4 weer. Ja, volgens mij kan je daadwerkelijk geen efficiency 5 krijgen. Dus laten we deze gewoon lekker pakken. En wat staat er op? Fortune 2 en Unbreaking 3. We hebben hem eindelijk. Yes! We hebben nu een betere axe. Nu moet ik alleen nog even mending erop gooien. En dan is dat ook alweer klaar. Heb ik hier nog ergens een mending boekje liggen? Volgens mij niet, hè? Nope. Maar gelukkig heb ik die hier sowieso wel liggen. Even koekeloeren. Mending. Ja, ik zou er ook efficiency 5 op kunnen gooien. Zullen we dat gewoon doen? Ja, ik heb er toch nog 3 van. En hier staat trouwens ook nog efficiency 4 op. Wacht, ik heb natuurlijk ook efficiency 4. Die combineren we gewoon mooi. En dan krijgen we ook efficiency 5. Dus ik weet niet wat ik dom aan het doen ben. Maar dit is natuurlijk veel slimmer. Is ook goedkoper. Alright, eerst even mending erop gooien. En dan combineren we dit even. Krijgen efficiency 5. En het kost maar 6 levels, dude. Dat kost helemaal niks. Super chill. Ik gooi even mijn ex weg. Ik gooi hem even gewoon in deze kist. Want deze ga ik lekker nooit meer gebruiken. Efficiency 5 op een ex. Het is eigenlijk niet eens zo bijzonder. Maar ik heb het volgens mij echt nog nooit gehad in deze server. Dus laten we even lekker wat boompjes gaan kappen. Want ik ben heel erg benieuwd hoe snel dit is. Kijk, ik heb nog vet veel jungle wood, maar spruce. Ja, daar kan ik ook wel wat van gebruiken. Dus laten we hier even gauw wat van gaan fixen. Volgens mij heb ik hier ook ergens nog een kist vol met boommeel. Even koekeloeren hoor. Naomi heeft natuurlijk alles georganiseerd. Dus ik weet niet waar ze het heen gestopt heeft. Heb ik alles al gebruikt of zo? Ik kan het niet meer vinden. Geen idee waar het is. Oké, dan niet hè. Dan kijk ik wel even boven in het systeempje. Er zit ook nog genoeg in. Even koekeloeren. Nou, we pakken het laatste er even uit. Dan is dit hele ding leeg. Maar die mag wel even wat meer gaan doen. Volgens mij is cactus trouwens het allersloomste. Daar krijg je echt het sloomste boommeel van. Je kan ook bamboe gebruiken. En volgens mij nog iets gebruiken. Sugarcane dacht ik. En bamboe is dacht ik het snelste. Ik weet ook niet waarom ik dat er niet op heb staan. Alright, ik gooi dit ding weer even lekker aan. En dan haal ik deze sapling even weg. En dan doe ik deze mooi in mijn tweede hand. En dan gaan we dan hoor. Met mijn nieuwe ex. Ik ben heel erg benieuwd. Ga maar lekker door. Oh, wat doe ik nou? Zo, nice. En, oh nee, wacht. Die groeit niet, of wel? Nee, nee, nee. Doe maar weer uit. Doe maar weer uit. Hij groeit niet. Ah, dit is wel naar. Oké, nu moet ik dat blok even weghalen. Kan ik later wel terugplaatsen als ik bijvoorbeeld ook wil hakken. Maar nu haal ik hem wel even lekker weg. En we gooien hem weer aan. Let's go. Nu groeit het wel. Ik hoop dat dit trouwens werkt. Want spruisbomen kunnen toch maar in één variant voorkomen. Deze zijn wel hogere bomen. Dus dit is niet zo efficiënt. Nu groeien ze weer niet. Nee, dit werkt niet. Dit gaat niet werken. Dit zijn veel te hoge bomen. Dat dacht ik al. Yep. Ah, dit is wel jammer hoor. Dit is super jammer. Ja, je kan het wel zo doen. Maar het is niet echt efficiënt. Nu groeit hij wel weer. Yep. En dan gaan we dan zo snel mogelijk. Mok, 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 mok. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, ja. Oké. Het kan wel. Het kan wel. Maar het is niet echt handig. Ja, ik moet misschien iets met delay erin gooien. En ik moet er steeds opklimmen. En nu groeit hij natuurlijk ook weer niet. Het kost vet veel boommeel. Oh, stop nou. Ah, nee. Dus dit blok zit te hoog. Oké, dit werkt niet met spruce. Ja, oké. Duidelijk. Jongen, jongen, jongen. Zelfs nog 2 blokken omhoog. Hoe hoog is deze boom? Ja, dat was niet super slim. Ik kon me ook wel bedenken dat het alleen maar om bomen gaat die 5 hoog of zo
groeien. 5 of 6, zoiets. Ik denk 5. Laat ik trouwens even wat bamboe gaan pakken. En dan gaan we dat even plaatsen op die farm daar. Ik weet niet of hij dan gelijk doorgaat. Want het gaat wel om 3 cactusstukken hier. En de meeste bamboe farms worden volgens mij gemaakt met 2. Ik dacht dat de meeste mensen die met 2 maakten. Dus ik weet niet. Ik hoop dat het wel werkt. Kijk, ik zet het ding even uit. Hoppakee. En als het goed is, als ik hem nu weer aanzet, dan werkt hij weer gewoon, toch? Yes, dan werkt hij weer. Oh, joh. Hey, ga jij eens even heel snel weg. Weg. Oké, zo. Zetten hem even uit. En dan gaan we het even switchen. Oké, nou, die gaat even weg. En die gaat even weg. En die gaat even weg. Zo, hartstikke mooi. Ik gooi er even 3 van deze dingetjes op. En als het goed is, zou het nu weer moeten werken. Of niet? We gaan het even proberen. Het werkt niet, toch wel? Werkt dit? Nee, maar nu moet het eerst groeien, volgens mij. Ah, dit werkt wel anders, dacht ik. Yep. Die cactusdingen, die breken constant. Dit breekt om me niet. Ja, dit moet volgens mij op een heel andere manier gemaakt worden. Ja, of dit moet even volgen. Ja, wacht. Doet hij het nu wel? Even kijken hoor. Nee, volgens mij werkt het nu ook niet. Nee, het werkt ervoor gemeten. Joh. Dit werkt gewoon niet. Oké, ja, dat is blijkbaar een ander systeem. Dat bouw je ook anders. Dus dat gaat gewoon even lekker niet werken. Nou, dan plaats ik die cactussen mooi weer even terug. En ik ben die andere 2 kwijt. Ik weet niet waar die zijn. Ik denk dat die ergens in een hopper zijn gevallen. Dus die moet ik weer even aanvullen. Nou, als we toch cactussen op gaan halen, kan ik ook wel gelijk even weer bij die turtles langs. Oh, ik dacht al. Zijn ze nog weg? Ze zijn niet weg. Ze moesten even inladen. Jongens, hey, flik. Hey, ga nou even lekker weg. Oh nee, het is hier druk. Ah, ik moet echt een keer licht gaan plaatsen. Nee. Nee. Ik heb het eigenlijk met een reden hier niet licht gemaakt. Want als ik een keer mobs wil killen, dan kan ik het dus heel makkelijk hier doen. Vandaar dat het hier super donker is. Ik kan heel snel even wat cactussen ophalen. Kom op. Oh, nee. Ga weg. Sterf. En wat doen ze nou allemaal? Wat? Oh, ze worden allemaal boos op elkaar. Wat zijn ze allemaal aan het doen, joh? Weet je wat? Die schildpadden, die doe ik later wel een keertje. Ik ben niet snel weer weg. Zo, en nu werkt het systeem weer hartstikke mooi. Dus daar ben ik blij mee. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Vergeet niet te abonneren op naar die 100k. We zitten inmiddels al ver boven de 70. Dus dat doen we goed. Ja, dat doen we wel goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.